Als je de ene kraamafdeling sluit, krijg je op de andere meer beschuit. Goedenavond en verder in Gelderland vandaag. Het wordt een spannende avond voor deze meneer. Hij speelt namelijk een rol in de film Michiel de Ruiter. Nou, hij is altijd leuk natuurlijk. We zijn er bij toeval ingerold en het is heel erg leuk om mee te doen. Zijn baasje noemde hem een sulletje, maar nu is zijn hond een held. Boos meestal een beetje een sulletje van... Dus die ligt maar een beetje te slapen en het interesseert hem allemaal niet zo. De kraamafdeling van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft het er maar druk mee. Het aantal bevallingen is fors toegenomen. Vorig jaar werden er maar liefst 300 baby's meer geboren dan het jaar ervoor. Die stijging komt door de sluiting van de kraamafdeling van het ziekenhuis in Zevenaar. En daar zijn ze weer niet zo blij met de sluiting, omdat ze nu veel langer moeten rijden naar een ziekenhuis. Sharon Bloem beviel afgelopen donderdag van haar tweede kind. Maar de Zevenaarse moest noodgedwongen thuis bevallen. Ik had eigenlijk naar het ziekenhuis gekund, maar het was zo'n snelle bevalling dat om dan Doetinchem toe te gaan, dat was eigenlijk te lang. Dus voor mij betreft was het, als ik nou nog een Zevenaar had terechtgekund, dan was het wel ideaal geweest. Maar dat kan dus niet meer. Ook verloskundigen in Zevenaar kampen dagelijks met de gevolgen van de sluiting van de kraamafdeling. Je moet van tevoren heel goed weten, ga ik met deze vrouw thuis blijven? Of besluit ik toch alvast preventief naar het ziekenhuis te gaan? Dus dat maakt het gewoon wel moeilijker. Het grootste probleem voor de verloskundige is de langere reistijd naar het ziekenhuis. Ik moet er toch rekening mee houden als ik weg moet, dat je gewoon langer onderweg bent. En dat kan voor sommige situaties kan dat gewoon wel gevolgen hebben. Ja, dan komt u voor soms een lastige keuze te staan. En dan kom je soms voor een lastige keuze te staan. Ja, een moeilijke keuze dus volgens de verloskundige. In het Slingeland ziekenhuis plukken ze ondertussen de vruchten van de enorme toestroom. De regio is gewoon veel groter geworden en dat maakt dat als de vrouwen aan het bevallen zijn, er een moment kan komen waarin ze toch moeten worden ingestuurd naar het ziekenhuis. En als die afstand groter is, dan loop je meer risico. Nou, kan ik me voorstellen dat als een vrouw dat in gedachten heeft, ik ga het thuis doen. En het kan door zo'n reden niet, hè, door die lange afstand, dat het echt een teleurstelling is. Dat kan soms een teleurstelling zijn, maar als je van tevoren met die vrouwen dat bespreekt en ook uitlegt waarom en wat de risico's kunnen zijn, dan denk ik dat ze uiteindelijk toch ook voor een polyklinische bevalling kiezen. Jullie juichen de toeloop van het aantal zwangere vrouwen natuurlijk alleen maar toe, lijkt me zo. Ja, natuurlijk staan we dat toe te juichen. Wij willen voor iedereen graag dat het een hele mooie belevenis wordt en dat we eigenlijk het gezin bij elkaar houden. En dat ze met z'n allen kunnen genieten van zo'n nieuwe geboorte. Is het jou ook een beetje goed bevallen? Ja, super. Echt fantastisch. Alles. Nou, gefeliciteerd hè? Ja, hartstikke bedankt. En dan een geldersteentje aan de nieuwe Nederlandse megafilm Michiel de Ruiter. In het spektakelstuk over Hollands grootste zeeheld speelt ook Richard Hafkamp uit Twello mee. Weliswaar een piepklein rolletje, maar toch. Dit is de gespierde rug van Richard Hafkamp. U raadt het al, Hafkamp heeft in Nederlands duurste film samen met zijn oud-collega's een rol. Als roeier op een van de sloepen van de Ruiter. Had u ook nog tekst? Nee, we hadden geen tekst. Nee. We mochten alleen maar op de achtergrond. Figurant, een echte figurant. Wij zijn oud-mariniers. Zoals heel veel mensen weten is Michiel de Ruiter de oprichter van het Korps Mariniers. Zodoende die link met ons. Niet voor niets kwamen de filmmakers uit bij de oud-mariniers voor de film. De mannen zijn excellente roeiers die bovendien al ruim een jaar in training zijn voor een monster roeitocht over de Noordzee. Omdat het marinierskorps 350 jaar bestaat, willen ze de beroemde tocht van de Ruiter naar Chatham, waar hij door de ketting voer en de Engelse vloot vernietigend versloeg, in roeiboten navaren. Maar het meeste is techniek. Je moet precies gelijk roeien. Je moet goed achterover hangen zoals je de jongens ziet doen. Dat is het belangrijkste van het hele roeien. En dan ook nog zo'n camera erop, zeg je, in zo'n speelfilm. Ja, en er was ook nog even iets andere sloep als deze. 3,5 ton woog dat ding, dus de eerste paar slagen kwam je niet van de plek af. Ja, dat was wel een avontuur. Het andere avontuur, de tocht naar Engeland al roeiend over de Noordzee, zal in september met 9 van deze sloepen gemaakt worden.
Deze tocht is bedoeld om geld in te zamelen. We doen dat om onze buddies in nood te steunen. Er zijn oud-mariniers die in de problemen zijn gekomen. Gehandicapt geraakt zijn tijdens de missies. En ook nabestaanden van mariniers die omgekomen zijn in het buitenland. En daar doen we het uiteindelijk voor. Er leuk uitzien, dat wil toch iedereen. Maar wat als het aanbod nou alleen grijs en grauw is? Mensen met een beperking lopen daar tegenaan. Aangepaste kleding is vaak saai en kleurloos. En dat moet veranderen. Dat vinden ze ook bij bedrijf WeCare in Geldermalsen. En hun modelijn is zo succesvol dat het bedrijf nu ook de internationale markt opgaat. Een speciale fotosessie, want WeCare gaat internationaal. Een half jaar geleden hebben we eigenlijk op een beurs gestaan in Duitsland, eind september. Om eens te kijken van hoe zijn de reacties in Duitsland op onze kleding. Ja, en daar gebeurde gewoon het onvoorstelbare. Er kwam een dame naar me toe en die zei van, hey, Duitsland is klaar voor jouw concept, wanneer kunnen we praten? Hier in Geldermalsen wordt de basis gelegd voor de mode van WeCare. De maten krijg ik aangeleverd van Wilma. En die teken ik dan uit. En dan maak ik een patroon ervan. En dan wordt het in de stof geknipt en dan gaat het naar de coupeuses. Ondanks dat die mensen een beperking hebben, ziet het er gewoon heel leuk, hip en eigentijds uit. Het is, wat je in Duitsland op de markt ziet, is grauw en grijs en een beetje weggedrukt. Van mensen zitten toch in de rolstoel, dus het moet niet opvallen. En natuurlijk moet het niet zo zijn dat mensen in de rolstoel extra opvallen, maar ze moeten er wel zo normaal mogelijk uitzien. De fotograaf doet zijn werk zonder model. Het gaat alleen om de kleding. Ze heeft zulke mooie dingen bedacht. En die moet echt in detail weergegeven worden, weet je wel. Het bedrijf het Geldermalsen heeft diverse eigen vindingen. Zoals het zogenaamde scheurpak. Verstandelijk gehandicapten en dementerende mensen die hun incontinentiemateriaal eruit willen halen. Daar willen ze opeten. Die verwonden zichzelf. Dus die moeten beschermd worden tegen hun eigen gedrag. WeCare krijgt vaak verzoeken van fysiek gezonde mensen. Maar het bedrijf maakt louter kleding voor mensen met een beperking. Overal zijn ze de afgelopen jaren uit de grond gestampt, de zogenoemde Vinex-wijken. Maar hoe gaat het nu? Voor ons gevoel hadden wij een lot uit de loterij, want wij kregen geen huis. De bewoners met psychiatrische problemen van het uitgebrande huis in Apeldoorn keren niet terug naar het pand. Dat zegt Riwis, Zorg en Welzijn. Dat is de instelling die de bewoners begeleidt. Bij de brand liep één bewoner ernstige brandwonden op. Hij wordt ervoor behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk. Buurtbewoners denken dat het slachtoffer het vuur zelf heeft aangestoken. Ze maken zich zorgen om hun veiligheid. Binnenkort organiseert de gemeente samen met Riwis een bijeenkomst om met de buurtbewoners te praten over hun zorgen. Het was 2 weken afzien voor de gebruikers die met de veerpont door de burg pannenden naar werk of naar school gaan. Maar gisteren was de reparatie klaar en vandaag was de pont weer in de vaart. De bemanning is druk aan het werk, want er zijn veel reizigers die eindelijk weer de pont op kunnen rijden. De pont lag eruit omdat hij van de ketting werd gevaren door een passagiersschip. 14 dagen lang moesten de forenzen elke dag kilometers omrijden. En nu is ik blij dat hij er ligt, hè? Want maar dan mis je hem wel, hè? Godzijdank. Fijn, hè? Dan hoeven we er niet steeds meer omheen. Tuurlijk, dat is altijd makkelijk, hè? Om 6 uur vanochtend was de eerste afvaart. Vandaag zijn nog even de laatste technische puntjes op de i gezet. Gewoon een vervelende periode geweest. We zijn blij dat we weer klaar kunnen staan voor de klanten. In Nijmegen is een bijzondere werkplaats in het leven geroepen, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking leren sleutelen aan motoren. Binnenkort wordt de werkplaats officieel geopend, maar er wordt al een tijdje hard gewerkt. De leerlingen hebben een dagbesteding of volgen er leer- en werktrajecten. Wat wij ze eigenlijk proberen te leren is alle skills die een werkgever graag ziet. Dus op tijd komen, op tijd pauzeren, fatsoenlijk in de omgang zijn, sociaal naar de collega's toe, de veiligheidsinstructies opvolgen en dat soort dingen allemaal. De werkplaats is niet bedoeld voor normaal onderhoud aan motoren. Vooral bijzondere klussen waarbij de assistent-monteurs veel leren en waarbij tijdsdruk niet meespeelt, die zijn gewild. En dan de bibliobus. Jaren geleden reden er zeker nog 12 door onze provincie. Maar ze verdwijnen steeds meer. In Brummen en Voorst reed hij vandaag zijn laatste rondje. De Gelderse Rijnbrinkgroep stopt dit jaar nog met alle bibliobussen. Dat is veel te makkelijk, hè, omdat wij hier altijd heen komen. Vooral omdat het mooi dichtbij staat. En er zijn best heel veel boeken, dus ik vind het jammer.
Voor de allerlaatste keer rijdt deze bibliobus zijn gebruikelijke route in Brummen en Voorst. Sinds 1978 deed hij dienst als rijdende bibliotheek voor inwoners, scholieren en ouderen. Maar veel bibliotheken hebben bezuinigd op de bus en ook de subsidie van de provincie is gestopt. De factoren bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat de bibliobus in Gelderland op het platteland niet meer rendabel te krijgen is. De bibliobus zal gemist worden. Ja, dankjewel. Fijn. Alle bussen van de Gelderse Rijbrinkgroep zullen dit jaar verdwijnen. Dus ook in Montferland en Lingewaal stopt de service. De bibliobus verdwijnt niet helemaal uit de provincie. In Arnhem, Ede en Apeldoorn blijft hij voorlopig gewoon rondrijden. Voor de Nijmeegse Mark van Nainatta was het een lot uit de loterij. De ontwikkeling van de Waalsprong in Nijmegen, een van de vele Vienex-wijken in Nederland. Dit jaar bestaan ze 25 jaar. En er is flink gebouwd. Projectontwikkelaars die stampten de ene naar de andere wijk uit de grond. Zoals bijvoorbeeld de Schuitgraaf in Arnhem, Leeste in Zutphen en dus ook die Waalsprong in Nijmegen. Maar wat is er nou precies van al die wijken terechtgekomen? Voor ons gevoel hadden wij een lot uit de loterij, want wij kregen geen huis. Dus, Als je in wat voor Vienex-wijk dan ook in Nederland nu rondloopt, zie je overal dezelfde stijl, dezelfde bouwstijl die tot stand is gekomen. De Waalsprong in Nijmegen is een van de Vienex-wijken in Gelderland. Eind jaren 90 tekent de gemeente Nijmegen een overeenkomst. Met veel tamtam ging gisteren de bouw van de Waalsprong van start. Aan de andere kant van de Waal moeten 10.000 woningen worden gebouwd waar 30.000 mensen kunnen wonen. Vienex is 20 jaar geleden bedacht met het idee van er is een hele grote behoefte, er gaat een hele grote behoefte komen aan nieuwe woningen. En we moeten dat zien op te vangen. Daarbij was de gedachte van dat we niet meer eigenlijk in nieuwe gemeenten buiten de grote steden gaan bouwen, maar dat die nieuwe Vienex-wijken, zoals we ze zijn gaan noemen, dat die dicht bij de bestaande steden gebouwd zouden worden, zodat die bestaande steden daarvan profiteren. En eigenlijk die wijken ook direct gebruik kunnen maken al van alle voorzieningen die er zijn. Mark van Nijnatten hoorde van die plannen en hij en zijn vrouw besloten deze kans te grijpen. Ik dacht, ik werk in Culemborg, mijn vrouw in Arnhem en wij staan elke dag voor de brug hier te wachten om terug in onze stad te komen. Dan gaan we maar bij dat weiland kijken. De Waalsprong was een weiland. Ze werden verliefd op het weiland, niet wetend dat het in het begin allemaal niet zo makkelijk zou gaan. In het begin hebben we gewoon een paar jaar in een modderbak gewoond. Je koopt een huis en denkt, oké, wordt leuk gebouwd, maar dan kom je erachter dat er hier allemaal klei in de grond zit. En dat de straten niet klaar zijn en dat je de kinderen naar school laat gaan anderhalf jaar lang met laarzen aan. Er is geen winkel, er was maar een tijdelijk schooltje. Verder hebben we allemaal vol verwachting letterlijk van wat komt er dan al die jaren. En er is heel veel bijgekomen, maar dat duurde lang en op een gegeven moment lag het zelfs helemaal stil. De crisis brak uit. De gemeente besloot de bouw stil te leggen. In plaats van de 12.000 woningen die hier nu hadden moeten staan, staan er slechts 4.500. Eigenlijk ging alles mis. Hè. Dus alles zakte in elkaar. De mensen kregen geen geld om woningen te kopen. De woningmarkt kwam gewoon op een nulpunt. Een financiële strop voor de gemeente Nijmegen. Door wat het heeft gekost. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld al een keer echt moeten afschrijven en dat was toen de tijd een bedrag van om en nabij de 90 miljoen. Dat, eigenlijk weten we het nu nog niet. Hè. Je kunt nu alleen maar een tussenstand opmaken. We weten wel dat de gemeente hier ongeveer 1 miljard heeft geïnvesteerd in het aankopen van gronden, in het bouwrijp maken, in het aanleggen van infrastructuur. En dat ze daar pas een paar honderd miljoen van heeft terugverdiend. Grote delen van het gebied zijn nog steeds niet ingevuld. In de oorspronkelijke plannen van de Waalsprong was hier een nieuw stadscentrum voor de gemeente Nijmegen gepland, de Citadel. Die plannen die zijn geschrapt, die gaan er niet komen. Het zou kannibalisme zijn voor het bestaande stadscentrum. Dus nu is het nu een leeg gebied, daar gaan woningen gebouwd worden. De verkoop van die bouwgrond begint nu weer een beetje op gang te komen. Er worden weer kavels verkocht, maar de woningen worden hier niet meer gebouwd door grote projectontwikkelaars. Het Vienex-denken was ook heel erg aanbod gestuurd. Hè. Projectontwikkelaars bedachten wat voor woningen gebouwd moeten worden. Nou, hier zie je waar we nu staan, dat is eigenlijk het nieuwe Vienex-denken. En is het tegenovergesteld. Die zijn het niet meer de ontwikkelaars die bouwen, maar het zijn de toekomstige bewoners die zelf bouwen. Dus we zijn eigenlijk van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd gegaan. Vienex-wijk De Waalsprong is nog lang niet klaar. Dat kan nog wel 15 jaar duren.
De bewoners die hier nu al wel wonen, hebben geen klagen meer. Prima sfeer, alles is er op wijkniveau en voor stedelijke dingen moet je naar de stad. Maar je bent ook een wijk bij een stad en je bent geen stad op zichzelf. De crisis kwam er overheen, maar dat heeft ons wel geleerd om over die stad na te denken. En ik denk dus dat het, wat dat betreft het uiteindelijke resultaat een beter resultaat is dan wanneer we volgens het oorspronkelijke concept de Phoenixwijk hadden opgezet. Ja, je kunt het eigenlijk nooit van tevoren inschatten wie in een noodsituatie een held wordt en wie niet. Van het hondje Bo uit Laten weten we het inmiddels wel. Het hondje sloeg alarm waardoor een beginnende brand in het bedrijf van zijn baasje in de kiem gesmoord kon worden. Je zou het zo niet zeggen, maar hier ligt een held. Zonder Bo had dit nog een stuk triester kunnen aflopen. De altijd zo actieve en alerte baas van Bo, garagehouder Rob Wensink, was zondagavond om 6 uur net wat minder alert. Mijn man heeft geslapen boven. Lekker slapen. En onze Bo bij de raam. We beginnen blaffen. En daardoor wordt het gezin gealarmeerd. Rob wordt wakker gemaakt en weet de brand nog op het nippertje zelf te blussen. Rob is ook degene met de juiste vaardigheden. Ik heb een poosje bij de vrijwillige brandweer gezeten, dus dat ging wel goed. En er kwam nog meer hulp, hè? En er kwam nog meer hulp. Ja, er was een omstander die zomaar voorbij reed en die zag dat er een hoop rook was. En die heeft ons geholpen. Mijn dank nog daarvoor. Maar naast de hulp van de anonieme voorbijganger mag toch zeker de rol van Bo hier niet onderschat worden. Maar was dit gedrag van de hond ook echt te verwachten? Nee, Bo is meestal een beetje een sulletje van. Dus die ligt maar een beetje te slapen en het interesseert hem allemaal niet zo. Maar er zijn er die weten wie hier echt een pluim verdiend heeft. Moet ook uiteindelijk Rob erkennen. Hier was je toch wel adequaat. Zo, dat hebben we dan toch helder. Goed zo, kom maar nog een keer. Van sulletje naar een echte held. Dan gaan we nog naar het weer. We hebben genoten van de sneeuw, maar Britta, dat is nu even afgelopen. De meeste sneeuw is inmiddels uit de provincie verdwenen. Alleen de wat grotere hopen en bijvoorbeeld de restanten van wat sneeuwpoppen, die zijn nog terug te vinden. Maar in de loop van de week komt er toch wel weer verse sneeuw aan. Dat zal vanaf donderdag ongeveer gaan gebeuren. Nou, daar vooruit zit nog wel zachte lucht. Vandaag hadden we in ieder geval te maken met deze storing. Die trok langzaam het land over en dus ook Gelderland zat onder de bewolking met van tijd tot tijd regen. Maar vanaf de Noordzee dienden zich in de loop van de middag al wel de eerste opklaringen ook weer aan. En die gaan in de loop van de nacht over de provincie trekken. En dat maakt dat we dan brede opklaringen gaan krijgen. Daarin koelt het wel snel af tot aan het vriespunt. Er valt misschien ook nog een enkel los buitje, dus lokaal kan het toch nog wel weer even glad zijn. Nou, ook morgenochtend schijnt de zon dan nog een tijdje, maar al vrij snel neemt wel de bewolking toe. Is aanvankelijk nog vrij dun, maar wordt in de loop van de dag steeds wat dikker. En uiteindelijk is dat ook dik genoeg om daar een klein beetje lichte regen of motregen uit te laten vallen. En later op de dag dan klaart het weer een beetje op en wordt het op steeds meer plekken weer droog. Dat bij temperaturen rond een graad of 7, dus relatief zacht. En een wind vanuit west tot noordwestelijke richtingen meest matig van kracht. Nou, ook de woensdag verloopt vervolgens nog relatief zacht met overdag een graad of 6. Het is dan alleen de hele dag regenachtig. Dat is wederom een storing die passeert. En aan de achterzijde van die storing zit dan de wat koudere lucht. En daarmee wordt het dan de komende dagen 3 à 4 graden boven nul. In de nachten vriest het over het algemeen licht. En daarbij zien we steeds een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En soms dus ook een winters buitje. En dit was Gelderland Vandaag met als belangrijkste nieuws de sluiting van de kraamafdeling in Zevenaar zorgt voor een stijging van het aantal bevallingen in andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld in Doetinchem. En vanavond wordt er in Arnhem op het gemeentehuis gediscussieerd over het betaald parkeren in de avonduren. En dat kunt u volgen op gld.nl. Nog een fijne avond.